beste onderwijsspecialisten. Wat een bizarre tijd. Bijna onwerkelijk. En toch werkelijk. We vinden het fijn om jullie op deze manier even te spreken en een hart onder de riem te steken. Onzekerheden, onduidelijkheden, spanning, angst, alles is er. Voor jullie zelf, jullie thuissituatie, jullie dierbaren, dit vraagt veel van jullie. In deze hectiek willen we als onderwijsspecialisten tegelijkertijd gehoor geven aan de maatschappelijke vraag die in ons gesteld wordt. We zetten ons in om kinderen op te vangen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen. Ook onderzoeken we hoe wij de scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen kunnen ondersteunen om de continuïteit van de opvang in deze voorzieningen te waarborgen. Wij begrijpen dat dit veel van jullie vraagt. Ook al is het een vraag die past bij ons grote hart voor leerlingen. We merken op alle scholen dat jullie je geweldig inzetten om leerlingen op te vangen. Hier hebben we grote waardering voor. De creativiteit die jullie hebben om leerlingen ook op afstand te bedienen is heel groot. Wat een prachtige voorbeelden, filmpjes en acties zijn er van jullie om alles zoveel mogelijk door te laten lopen. Prachtig. Deel vooral deze voorbeelden. Ook voor de leerlingen die examen doen, hebben jullie veel geregeld en in actie gezet. Super! De medewerkers van de ondersteunende diensten zijn dagelijks paraat om jullie te helpen. Ook heel fijn. We wisten natuurlijk al dat jullie allemaal kanjers zijn, met grote inzet en betrokkenheid. Deze dagen zijn hier meer dan een bevestiging van. Dank jullie zeer. We staan aan het begin van een erg lastige periode. Onze leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan gemiddeld. En veel leerlingen leven in kwetsbare gezinssituaties. We verwachten dat de komende periode de vraag naar opvang voor hen groter zal worden. Ook bij ons. We zien dit nu al ontstaan. De vraag is begrijpelijk en natuurlijk willen we hier iets in betekenen. Het is goed om te beseffen dat we dit als scholen niet alleen kunnen en ook niet alleen hoeven te doen. Samen met andere partners in de gemeente zullen we de gevraagde stabiliteit voor onze leerlingen en hun gezinssituaties ondersteunen. We hebben dan ook contact met gemeenten over specifieke gezinssituaties en wat er op ons af gaat komen. De komende periode zullen we in overleg en afstemming met de gemeente en andere partners per school en per dag samen bekijken wat nodig en passend is. We nemen geen enkel besluit zonder overleg met jullie directeur. We doen alles steeds samen. Jullie directeur houdt jullie op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Zo is het iedere dag ongewis en zijn er nieuwe ontwikkelingen. Iedere dag denken we met ons bovenschools crisisteam en de directeuren na over wat het beste is om te doen voor onze leerlingen en voor jullie. Dagelijks geven we de directeuren een update over de meest actuele informatie. De belangrijke informatie vind je op mijn digitale werkplek. Jullie zijn voor ons heel erg belangrijk. Bij alles wegen we steeds af wat besluiten voor jullie betekenen. En dat blijven we doen. We verwachten dat de afwegingen de komende periode niet gemakkelijker worden vanwege de steeds toenemende druk op ons allemaal. Meer mensen zullen ziek worden en we zullen elkaar steeds meer nodig hebben. Dit hoort bij deze vreselijke situatie. Op afstand en met 1,5 meter afstand houden we elkaar vast en houden wij jullie vast. En dat willen we graag hierbij nog een keer benadrukken. Als jullie vragen hebben, schroom niet om deze te stellen aan je leidinggevende of aan ons als CVB. We zijn er voor jullie. We wensen jullie heel veel sterkte en succes en we houden contact.